Ger, we zijn vandaag op NL Doet bij de voetbal. De dag voor de aandacht voor de vrijwilligers, maar natuurlijk niet de enige dag waarop vrijwilligers belangrijk zijn. Nee, absoluut niet. Wij draaien op vrijwilligers. Hè. De voetbalvereniging Zeewolde is een vereniging van vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie nodig om de club draaiende te houden? Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen, Wenda. We hebben 25 vrijwilligers die er heel veel tijd in steken. En in totaal ongeveer 250 vrijwilligers die er regelmatig tijd in steken. En die groep van 250 die mag best naar 300. En wat mogen die vrijwilligers dan meebrengen en wat brengen jullie aan hun? Nou, het zijn twee dingen natuurlijk. Als je iets voor een club kan doen, dan doe je ook iets voor de maatschappij. Want we hebben hier 1300 leden en de grootste deel daarvan wil graag een partijtje voetballen en een partijtje trainen. Dus zorgen dat ze dat kunnen, dat de materialen in orde zijn, et cetera. Dat de velden klaar zijn. Nou, met kunstgras hoef je geen lijnen te trekken. Maar we hebben ook nog een aantal grasvelden, dus daar is het ook lijnen trekken. Maar er zijn ook een heleboel dingen die door de week gebeuren, waar je niet zo veel erg in hebt als je zaterdag op het veld staat. Zoals communicatiecommissie, sponsorcommissie en andere commissies. En stel dat je nu zegt, ik heb eigenlijk best wel een uurtje tijd, maar ik wil het zelf kunnen bepalen. Zijn er dan ook dingen die vrijwilligers kunnen doen? Absoluut. En ik zou zeggen, neem vooral contact met een van ons op. Het is niet per se dat je elke week 4 uur vrijwilligerswerk bij ons moet doen. Er zijn een heleboel taken te doen die misschien 1 uur in de week of misschien 2 uur in de maand kosten. En die zijn heel verschillend. Dat kan in de administratie zitten, veel in communicatie en ook aandacht aan sponsoren. Onze sponsoren zijn heel belangrijk. We hebben er een heleboel en dat is heel fijn. De verbinding met het dorp is ook hartstikke goed. Maar ook sponsoren zijn mensen en mensen willen graag aandacht. En die aandacht moet je wel kunnen geven. En als je dat met veel mensen kunt doen, dan maakt het ook wat makkelijker. Dus als iemand 2 uur per maand heeft om aandacht te besteden aan bestaande sponsoren, dan is dat hartstikke welkom. Nico, al meer dan 20 jaar vrijwilliger hier bij VV Zeewolde. Waarom? Waarom? Oeh, dat is een hele goeie. Ja, dan moet ik even in de tijd terug gaan denken. Ik ben ooit eens een keer gevraagd van, joh Nico, jij hebt al wat met voetbal. Hè? Mijn zoons die voetballen hier. En we zijn op zoek naar een D-coördinator. En dat lijkt me wat voor jou. Ik sta, oké, maar hoeveel tijd gaat daar dan in zitten? Dat valt wel mee, joh, een paar uurtjes in de week. Nou ja, dat heb ik geweten, want het was een paar uur per dag. En zo ben ik daar ooit een keer mee begonnen. En nou, op een gegeven moment heb ik ook eventjes tijdelijk BA-coördinatorschap op me genomen. Toen kwam er op een gegeven moment de uitwisseling met Berwick op mijn pad. Daar ben ik een keer voor de lol mee gegaan en daar heb ik het voorzitterschap van overgenomen. Op een gegeven moment een keer samen met Frits Stampoen, die helaas niet meer onder ons is, het G-voetbal opgepakt. Dat hebben we 16 jaar lang hebben we dat gedaan. Hier in de kantine een beetje handenspanddiensten. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om in het bestuur plaats te nemen. En toen dacht ik van, het G-voetbal dat was helaas ten einde gekomen. Nou, daar hebben we toch wel tijd over. Dus weet je wat, dan gaan we ook weer in bestuur zitten. Dus ja, aldoende rolt men overal in. En ik heb het al ontzettend naar mijn zin. Dus ik bedoel, en anders moet je alleen maar op de bank thuis voor die tv hangen. Dat is ook niks. Als een vrijwilliger hier komt, kan je dan een beetje de sfeer uitleggen en in wat voor families ze komen als het ware? Ja, de sfeer is hier heel goed. Vooral als het eerste elftal wint natuurlijk, maar ook als we winnen. Maar in zijn algemeenheid, gastvrij. Dat is ook een van de rollen die we hebben. Hè. Wat wij nu wedstrijdsecretariaat noemen, is eigenlijk zit onze gastheer, gastvrouw. En iedereen is bereid om je iets uit te leggen, toe te lichten, et cetera. Dus je bent van harte welkom.